Welkom, dames en heren, bij het spel wat je speelt als je je verveelt. Dames en heren, hartelijk welkom bij Euro Truck Simulator 2. En het niet aan te raden is om deel 1 te spelen, want deel 1 ziet er echt afschuwelijk lelijk uit. De besturing is walgelijk en het is gewoon een vreselijke game. Dat ik die ooit heb gespeeld, weet ik niet. Gelukkig ben ik doorgaan met deel 2 en we gaan op weg naar Zwitserland, want we moeten een aantal tomaatjes gaan leveren bij een boer, denk ik. Ja, ik neem aan dat een bedrijf die kolen maakt, geen tomaten nodig heeft, zeg maar. Let's go! Vroom vroom! In mijn mooie wagen scheur ik door het land. Zit ik weer in de problemen, heb een hekel aan Duitsland. Oh, dit is zo creepy! Let's go! Vrachtwagen chauffeur! Ik ben nu adviseur! Met een goed humeur, Vincent chauffeur, yeah! Ongelooflijk dat ik die gil heb gedaan, yeah! Echt, oh wauw, elke keer als ik het hoor denk van hoe de hel kwam ik zo hoog op dat moment? Had ik toen mijn hand ergens geknepen, zeg maar? Hint? Niemand weet het, ik zelfs ook niet. We zitten op de weg en we zitten, ja logisch, we zitten niet op het fietspad. En we zijn dus richting Zwitserland om die lekkere tomatos à la pollos te leveren aan Zwitserlandos. Waarom praat ik Italianos? Ik weet nos niet, nietos, waarom ik zo praatos. Maar wij gaan ons naar Italianos, omdat als wij een, we willen een garageos gaan we willen kopen. En als we die kopen, dan kunnen wij daar dus onze garageos beheren en onze nieuwe mensen aannemen ons. Dus dat is fijn. Ik vind het best wel heavy druk op de weghos. Ja, want ik weet niet. Het is aardig wat mensels. Ja, maar het ziet er wel leuk uit. Want ik weet niet of ik hier al heb gereden. En het is eigenlijk altijd nieuw. Ik weet sowieso niet of ik in Zwitserland ben geweest. Maar dat zien we meestal als we zeg maar aankomen in Zwitserland. En we zien een berichtje in beeld van bla 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 ontdekt. En dat bla 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 is dus een naam van een plaats ergens. We gaan trouwens te hard. Ik weet het jongens, vrachtwagen moeten rechts rijden en ik rij links. Dus wat we nu gaan doen is, wanneer we kunnen, ga ik naar rechts toe. Let op, tellen jullie af. 3, 2, 1, ja. Zo, hoppakee, oh ja. Dat ging snel. En nog een keer. Tellen jullie af, 3, 2, hoppakee. Oeh. Sorry, jullie moeten het echt niet meer zo raar doen, want hierdoor gaat het mis. Hierdoor gaat het keihard mis. Dus jullie mogen het niet meer af, jullie mogen me niet af. Ik vind het leuk dat ik moet trouwens mijn wagen repareren. Service. Repareren, daar heb ik onze vrachtwagens gerepareerd en we gaan gelijk door, want ik mag niet te laat komen. En we moeten ook niet gaan stressen nu, hè? Dat snappen jullie. F5. Ik hoop dat die een Frankfurt hebben trouwens wel ontdekt nu. Dat vind ik eigenlijk wel heel fijn. Maar we moeten als de sodemiet hier uitkomen. Ja, leuk dat je een truck hier helemaal ontdekt. We gaan gelukkig de goede kant op. En ik hoop dat dit, ja, dat als we op de M kijken, dat we niet te ver zijn afgedwaald van het spoor. Volgens mij zijn we zelfs dichterbij gekomen. Ik weet het niet zeker. Maar we moeten nog best wel een klein stukje. We gaan via Mannheim, Stuttgart en gaan we zo door naar Zurich. En volgens mij hebben we Zurich wel een keer gereden, hoor. Maar we zijn hier op die hoofdwegen zijn we al een paar keer geweest, zie je het? Oké, maar hier die tussenwegjes hebben we nooit gedaan. En het is als je TomTom volgt, die stuur je natuurlijk ja, de snelste weg. En als je dan neem je nooit die tussenweggetjes. Dus je moet eigenlijk gewoon eens vrij rijden. En dan, ja, dan kom je er ook gewoon. Hoppakee, en we zijn uit Frankfurt. We zijn er eindelijk uit. We hebben wel een nieuwe plaats ontdekt, maar we zijn eigenlijk op weg naar Zwitserland. En we hadden eigenlijk pech. Dus vandaar dat ik weer terug ben in één keer op de weg richting Zwitserland voor tomatos. Heel apart ook dat een Zwitsers bedrijf smult van Nederlandse tomaten. Dat is echt, ik ga veel te hard. Maar ik moet hard, want anders komen die heuvel niet op. Kom op. Je mag hier 40 en nu ga ik 50, ga ik over door de bocht. Op zich wel redelijk. Ik ga die man inhalen daar.
Hij moet nou niet naar links gaan. Nou ja, hij rijdt toch harder dan mij, dus dat maakt geen ruk uit. Kom op, beetje gassen jongens, kom op. Je mag hier 80. Kijk hoeveel procent we hebben ontdekt. 20,33. Zie je hoe langzaam het gaat? Dat is toch ongelooflijk. Maar ja, we komen er wel. En ik ben eigenlijk al onder de 400.000 euro ben ik nu gaan gaan. En ik heb nu 394.000 over. Dat is niet veel. Want we moeten natuurlijk ook nog in Italië een parkeergarage kopen. En dan kijk je, ja, dan ben ik toch dadelijk weer veel geld kwijt hoor. En ik wil niet altijd bij af beginnen, weet je wel. Ik wil wel gewoon een beetje sparen. Want dan staat het ten eerste ook mooi. En als je iets dringend moet kopen, dan kan je dat ook gewoon kopen, weet je wel. Maar we krijgen met deze vracht krijgen we ook weer geld erbij, dus dat scheelt wel weer. Vroom vroom. Ik denk dat ik te hard ga weer hoor. Maar ja, of we nou in Duitsland rijden, dat weet ik allemaal niet. Ik ga eens kijken. Mannheim komen nu langs. Mannheim. Er worden alleen maar mannen. Echte mannen. Drinken heel de dag bier. En laten boeren en scheten. En lopen s'avonds stoer over straat met tatoeages op hun rug geschilderd. In een blote buik. Een hangende blotende bierbuik. Over hun gestreepte sailors t-shirt. Weet je, een matrozen t-shirtje. Met een grote sigaar achter de oor. En eentje in de mond. Voor de zekerheid. Als die opgerookt is, dat ze gelijk de tweede kunnen paffen. En als ze de aansteker zijn vergeten. Ze iedereen in de kroeg even aansteken. Weet je, dan kan je altijd vragen van, steek me even aan. Maar we mogen 80, we gaan 100. Het is best wel lefhebbend. Maar ja, ik heb heel veel lef. Op de weg. Ik heb heel veel lef. We zijn gecrashed. Ik ben een stuntman eigenlijk, hè, oorspronkelijk. Ik zal wat langzamer rijden. Ik ga ook rechts rijden, maar dat hoeft niet, want we hoeven daar niet uit. We gaan via Stuttgart en Mannheim. We komen langs Mannheim, we hoeven natuurlijk niet naar Mannheim. Maar daar is het plaatsje waar de mannen wonen. Bij die grote, hoe noemen we dat ding? Euromast. We hebben daar ook een Euromast. In Mannheim staat een Euromast. Ongelooflijk. Allemaal nagejat van ons. Van de Nederlanders, van de arme Nederlanders. Wij hebben echt de Euromast, een mooi ding hoor. Ik ben er nog nooit op geweest en echt elke keer als ik er dicht in de buurt ben of ik zie hem, dan heb ik zoiets van, ja, het lijkt me toch gaaf om Rotterdam te zien vanaf, ja, de Euromast. Ik bedoel, het is niet heel lelijk hoor, op zich. En vooral 's avonds, als de lampjes branden, is het heel mooi. Rotterdam is best een mooie stad. Maar ja, als je er 7 jaar op school hebt gezeten en je komt er elke dag, dan heb je zoiets van, ja, weet je, dan heb je het wel gezien. Maar toch, nu ga je toch wel, omdat ik nu van school ben, ga je toch missen, weet je. Dan, dat je natuurlijk, je hebt je dagelijkse routine. Neem je de bus. Je gaat elke dag naar Rotterdam, behalve zaterdag en zondag natuurlijk. Maar elke werkdag ga je naar Rotterdam. En dan in één keer is dat niet meer. Dat is raar, dat is apart. En ik weet nog als de dag van gisteren dat ik voor het eerst naar Rotterdam ging. De eerste keer. Met de trein en de bus. En mijn moeder ging mee. Want ik vond het nog een beetje scary allemaal. En ja, voor het geval ik niet wist waar ik naartoe moest gaan, kon mijn moeder me wel helpen. Dus samen met mijn moeder gingen we een beetje de weg uitpluizen. Van waar moet ik uitstappen? En hoe heet dat station? En waar moet ik lopen? Nou, dat was dus een beetje een zigzaggende weg. Hoe ik moest lopen. En dat was al vrij duidelijk voor mij. Het is gewoon, je gaat naar links. Je gaat naar rechts. Je gaat naar links. Je gaat naar rechts. Links en rechts. En je bent er. Dus het was eigenlijk een kronkelroute. Sorry voor de boete mensen. Ik reed te hard. Ik zat heerlijk in mijn verhaal. Ik zat ook met mijn gedachten helemaal op dat moment van 7 of 8 jaar inmiddels terug. En dat is heel apart. Nou en dan, ja, dat is wel leuk, want dan leer je klasgenoten kennen. En dan, ja, dan ga je dan mee samenlopen naar de metro. En de een moet naar Breda. En de ander moet, zelfs naar Amsterdam zat iemand. Woonde iemand in Amsterdam. En er moest weer iemand naar Utrecht bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Iedereen had een eigen plek, plaats waar ze woonden. En ja, dat is ook wel apart. Ja, want iedereen woont natuurlijk ergens. Maar het is heel apart als je in Amsterdam woont. Dat je dan naar een grafische school gaat in Rotterdam. Want in Amsterdam zit voor mij ook eentje. Maar ja. Dat is een keuze. En volgens mij is het reizen van Rotterdam naar Amsterdam ook niet zo heel. Dan kan je ook een sneltrein nemen. Ja. Volgens mij wel. Je kan er binnen een uur kan je er wel zijn. We gaan denk te hard ook. Ik ga wel wat vaart minderen voordat er daar weer een flitspaal is. Ik moet toch iets kijken of er een mot is. Dat je kan zien waar een flitspaal is. Zodat ik weet waar ik kan remmen. Hé. Hey.
Ja, het is misschien wel een beetje cheaten. Maar op zich, ja, ik zie niks in mijn TomTom. En ik heb wel gehoord van Bram, die het spel eigenlijk die hard speelt. Dat je zoiets kon zien wanneer er een flitspaal was. En dat zei hij ook van, als die er is, dan trap ik snel op de remmen. Op zich wel een heel slim idee. Maar niet netjes. Zo hoor je niet de rij op de weg, dat klopt. De eerste volgende gaan we naar rechts. Dus we hebben eens wat variatie. En we hebben ook nog geen tol tegengekomen. Daar ben ik eigenlijk wel blij om, want vorige keer hadden we ook 3 keer een tol op één route. Dat is echt veel, echt heel veel. En we zijn nog steeds in Duitsland, mensen. We zijn nog steeds in het grote, rare Duitsland. Ik ga trouwens eens kijken wat wij eigenlijk... hoe laat we moeten aankomen in Zurich. Even kijken. Tussen vrijdag 8:50 en tussen diezelfde dag 3:50. Dus we hebben eigenlijk nog niet zo lang meer de tijd. Oh shit, hey. Holy crap. Ik denk dat wij niet eens meer mogen rusten en dat we eigenlijk keihard moeten doorrijden, want... Ik zie hier, het valt op dat ik gewoon het misschien niet ga halen. Of zit ik dit nou verkeerd eruit te rekenen? Ik weet niet. Het wordt voor mij wel een nek aan nek race. Weet je wel? Dat je net kili kili. Oh, wacht eens even. Nee, wacht. Ik heb het denk ik wel goed. Oh, moet hij naar onder? Nee. Oh, gelijk te stressen. Ik denk het volgende. Wij hebben 16 uur de tijd om daar te komen. Maar we worden wel binnen die 16 uur al verwacht. Dus dat betekent dat ik het wel haal. Denk ik. Gok ik. Jawel, want we zijn er binnen... Er staat verwacht tussen die tijd. Dus dat zou moeten kunnen. Dat is ongeveer over 9 à 10 uurtjes. Dus dan zou ik nog 6 uur over hebben. Goed uitgerekend, Vince. We gaan kijken waar we op de map zitten. 20,45% uitgespeeld. Van ontdekt eigenlijk van de hele map. En... Nou, nog een klein stukje en we zitten in Zurich. Dus het is eigenlijk best wel snel op zich. En we gaan ook lekker 100 km per uur. Ik houd mijn gas even een beetje niet ingedrukt. Zo. En die mooie grote wand zien we links ook weer. Die zagen we ook vaak trouwens. Oh, kleine jodeljongen. Jij hebt toen voor mij gezongen. En dat liedje bracht jou in gedachten. Oh, het is alsof mijn oren zout zilveren klokjes horen. Walgelijke muziek. Waarom zing je het dan, Vincent? Ik weet het niet. Laat me. Een vrachtwagenchauffeur hoort zich bezig te houden op de weg. Nee, dat is niet zo. Je moet een keiharde radio neerzetten in die vrachtwagen. Op die stoel, die lege stoel die altijd maar leeg is naast je. En als je die radio hebt geplaatst, dan doe je hem keihard. Echt keihard. Maar Vincent, zoiets is toch dan geraus? Nou, natuurlijk is dat dan geraus. Maar dat maakt mij niet uit. Het is jouw verantwoording. Ha. 100 kilometer, jongens. Het gaat dan ook niet hard, dit. Maar ik kan wel vertellen dat wij er bijna zijn. Want dat, nou ja... Kijk, ik kan dat ook zeggen in Groningen. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Dan kan je wel een beetje concentreren van... Nou, Vince, we zijn er toch zo. Ik kijk gewoon lekker mee. En misschien zijn er ook mensen die gewoon naar het einde van de video scrollen. Want die moeten per se kijken hoe dat Zwitserland eruit ziet. Nou mensen, ik kan je van tevoren al vertellen. Het worden bergen. En misschien een beetje sneeuw. Maar dat weet ik nog niet. Zo, jeetje, die stoel. Was dat mijn buzzer van mijn telefoon? Nee, was niet mijn buzzer van mijn telefoon. En het is weer donker. En dat betekent dat het 's avonds is. Vincent Eugène nummer 3. Gaan we rusten? Nee, we hebben geen tijd. Ik ben ook niet moe. Hé, de pick-up weer. Van vorige keer. Of vind je toch zo'n luik in 's avonds rijden? Lekker donker, je ziet niks. Nee, natuurlijk is dat niet. Niet leuk. Zoiets is walgelijk. Je ziet niks. Het is niet leuk in het donker rijden. Hoe vaak moet ik dat nou zeggen tegen jullie? Opletten. We gaan hier naar rechts. En dan gaan we... Oh, dit is een scherpe bocht. Is dat een finale bocht? Dat is een zekere finale bocht. We staan stil.
Mijn vrachtwagen heeft een te scherpe bocht gemaakt. Maar kijk hoe Kili Kili. Dit is de Kili Kili weg. Ik noem dit de officiële Kili Kili weg. En weet je wat de Kili Kili weg is? Een Kili Kili weg is dat het heel smal is. Dat je echt Kili Kili er doorheen komt. Echt een heel klein stukje. Wel een heel cute weggetje. Een schattig weggetje. Alleen je kan je ei er niet op kwijt. Hè? En ik dan, ja, mensen kunnen de ei er niet op kwijt. Maar ik kan mijn vrachtwagen haast niet op kwijt. En nu gaan we gelukkig weer naar de snelweg. En ik ben gelijk op de goede baan. En de maan schijnt fel aan. Ja, aan de horizon, hè? Of in de lucht. Het is eigenlijk nog niet de horizon, volgens mij. Denk ik, weet ik veel. Rare vragen. Wij zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Ik denk dat we hier richting Zürich gaan. Inderdaad, hier gaan we af van de snelweg. En dan komen we aan bij Zürich. Ik weet ook niet of we Zürich. Voor mij hebben we dat al een keer ontdekt, hoor. Ik kan even kijken op de mapkaart. Ik denk het bijna wel. Ja, Zürich hebben we zeker ontdekt. We hebben nog niet alles ontdekt. We zijn nog maar via één route daar naartoe geweest. Want je kan ook hier... Zürich is niet zo groot, zie ik. Maar je hebt hier ook nog een weg die we kunnen verkennen. En een nieuw vraagteken. Want vorige keer waren we ook niet bij dat vraagteken geweest. Toen zijn we eigenlijk gelijk rechtdoor gegaan. Weten jullie nog? Vincent! Vincent! Concentratie. Niet laten afleiden. Stel! Jullie! Concentreren. En dat kan ik niet als jullie mij afleiden. Het is donker, ik moet dubbel zo goed opletten. En dan gaan jullie nog even een beetje profiteren van mijn afleiding. Jammer dit. Ik ben er bijna. Sorry, ik zie het al. Ik zie het lot. Het lot zie ik al in die bestemming. En links ben ik ook al een keer geweest, zie ik. Ik ben hier wel eens geweest hoor. Ik heb daar links ook al verkend, dat het hele gebouw. Zürich. Nee, we gaan deze dienst leveren en dan gaan we natuurlijk vrij rijden richting Italië. Italia! Italia! Ah, lijkt het China. Japan zit niet in de game. Waarom zit Japan niet in de game? Of zit China wel in de game? Ik ga nu kijken. Zit China in de game? Zit Japan in de game? Japan. Ostrava. Waar zou Japan moeten zitten in vredesnaam? Ja, misschien hier. Maar dat moet nog allemaal gemaakt worden. Kopmakers, maak Japan. Nee, Japan zit er niet bij, toch? Of China? Ik kan me wel herinneren dat we China ooit eens hebben bezocht. Maar... En Parijs moet er ook een keer naartoe heen. Dan moeten we kijken of we Disneyland kunnen vinden. Maar ik denk dat we wel teleurgesteld worden, hoor. Dat er geen Disneyland is. Maar geen China. Geen China, mensen. Geen China. Ik dacht echt dat er een keer China... Nee, ik kan het ook niet meer herinneren, hoor. We zijn er bijna. We zijn... Oeh! Oeh! Nee! Wat is dit voor klotezooi? Nu gaan we het misschien niet halen. Wacht. Snel doen. Wacht. Wegenwacht. Ik roep de wegenwacht. Ja. Ik hoop dat die wegenwacht in Zürich is. Anders hebben we een keigo probleem. Ik denk dat we een keigo probleem hebben. Enter. Ik moet repareren. Snel. Service. Service. Kom op. Tweede keer repareren. Dit is echt een schande. Dat ik twee keer val in een aflevering. Maar we zijn het gewend, mensen. We zijn het gewend. Dus niet stressen. Kijk. Jongens, niet stressen. We zijn in Zürich. Ik ben 100% blij dat er een reparatiemonteur is in Zürich. Anders hadden wij gewoon misschien niet op tijd gekomen. Ik had het stiekem wel een beetje aanzien komen, hoor. Want in Zürich is best wel een grote plaats. En wij komen bijna aan bij onze bestemming. Yes! Eindelijk! Zürich! Alle mensen zijn in Zürich. Ja, weer rood! Kom op! Jeetje, man! Tramarie. Kijk, die meneer gaat wel mooi naar die kant. En ik kan daar niet naartoe. Dat is afgezet. Misschien dat het nooit eens met DLC open gaat. Of dat, ja, misschien dat ze al bezig zijn met de uitbreiding daar naartoe. Ik ben heel benieuwd. Nou, kom op. Ja, dankjewel. Kijk, en dan hier gaan we dus heen. Oké. Okay. Zal ik hem goed parkeren? Oké, okay, nou, omdat we dat hebben gedaan, gewoon goed parkeren, trailertje. We gaan het gewoon eens even netjes doen, ja? Oké. Okay. Here we go, Vince. Ik zie ook helemaal geen moer!
Ik wil maar niks. Het gaat nu goed, het gaat goed. Als ik gewoon kijk, als ik achter kan, vind ik het goed. Ik moet wel goed parkeren, jongens. T, kijk eens. Redelijk, redelijk. Ik heb het gewoon goed gedaan. Redelijk, kom op, man. Jongen. Ja, er gaat wel aardig wat XP vanaf, hoor. Er gaat aardig wat XP vanaf door de boete van de schade. Maar ja, dat komt eigen schuld, dikke bult, ik weet het. En kunnen we gewoon verder rijden vanaf... Ja, dat gaat zeker lukken. Ik zou eigenlijk wel een trucje willen doen. En ik hoop dat dat wel ergens kan. Een trucje. Even kijken. Hier rechts heb je een bedrijfje. Ik ga eens kijken wat dit bedrijfje is. Driverjob.net. Wat is dat zoekdingetje dan? Het werven- en selectiebureau is gesloten. Natuurlijk, logisch. Selectiebureau? Kan ik daar mensen aannemen dan? Het zal wel. En dan gaan we even naar de vraagteken, want daar ben ik ook benieuwd naar in deze aflevering. We kunnen daar nog even naartoe. Wat is dat vraagteken? Oh, ging ik door rood? Ik heb niks gezien. Oh, echt niet. Echt helemaal niks gezien. Het was toch duidelijk groen zoals jullie zagen. DAF truckdealer ontdekt. Nou, hier is een truckdealertje. Leuk voor je. Ik vind het helemaal mooi. En hier kan je toch ook denk ik wel even slapen. Of even een staanplaats. Kunnen we hier even staan? Nee, zou het niet kunnen hier. Is geen bed. Dan gaan we verder even. Ik zie daar een bed staan. Dan gaan we even een tukje doen. Lekker een tukje doen. Want het is 's avonds. Het is niet leuk om 's nachts te rijden, dat weten we. Wow! Hoppakee. En we zetten de motor uit. En we gaan rusten. En ik zou zeggen tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering. En dan gaan we kijken in Italië. Olé!